Dit is deel 2 in de serie wereldbeelden van Aristoteles tot Newton. En in deel 1 hebben we gekeken naar de verschillende wereldbeelden die de oude natuurfilosofen hadden. En eh, toen hebben we ook geconcludeerd dat een van die wereldbeelden eh, overheersend werd en dat was het wereldbeeld van Aristoteles. En Aristoteles zei het volgende: eh, de aarde bevindt zich in het midden van het heelal en alle andere hemellichamen ook de zon en ook de sterren draaien in perfecte cirkels om die aarde heen. En dit wereldbeeld was zo sterk dat het 2000 jaar heeft bestaan en uh, ook werd omarmd door het christendom. En het wereldbeeld met uh, de aarde in het midden noemen we ook wel een geocentrisch wereldbeeld. Nu waren er ook wat haken en ogen aan dit geocentrisch wereldbeeld, want het bleek niet overeen te komen met de werkelijkheid. Uh, het uh, Wereldbeeld van Aristoteles is uitgebreid door Ptolemaeus met heel veel uh, epicycli, maar zelfs dan bleek het niet perfect te kloppen met uh, de waarnemingen die mensen deden wanneer ze naar boven keken. Aan het einde van de middeleeuwen was er een, een Poolse astronoom die eigenlijk als eerste succesvol het wereldbeeld van Aristoteles aanviel. En dat deed hij. Uh, Vrij radicaal. En uh, dat is ook de Copernicaanse revolutie gaan heten. En wat zei Copernicus eigenlijk? Hij zei: volgens mij: is het niet de aarde die in het midden staat, maar is het de zon die in het midden staat. En, en hebben dus te maken met een heliocentrisch wereldbeeld en draait de aarde samen met alle andere planeten rondjes om de zon. Daarnaast zei hij ook nog andere intelligente dingen, zoals uh, de zon staat uh, veel dichterbij dan de andere sterren. En uh, zijn conclusie was eigenlijk dat de bewegingen die wij waarnemen voor een gedeeltelijk of geheel voortkomen uit het feit dat wij op een bewegende aarde staan. Van zijn idee schreef hij een boek in 1543. En, en het wereldbeeld van Copernicus is een, is een sterk wereldbeeld. Hij kon daarmee ook andere dingen verklaren. Bijvoorbeeld waarom de planeten Mercurius en Venus nooit heel ver weg van de zon staan. Kijk maar naar, uh, naar het plaatje van zijn wereldbeeld. Vanuit de aarde gezien is het bijvoorbeeld onmogelijk voor Venus om aan, zich aan de andere kant van de aarde te bevinden ten opzichte van de zon. En dat hadden ze toen ook al wel door. Dat was natuurlijk vreemd wat ze niet konden verklaren met het uh, wereldbeeld van Aristoteles. Met, maar met die van Copernicus ging dat wel een stuk beter. Een ander fenomeen wat Copernicus uh, veel beter kon verklaren... ...waren de zogenaamde retrograde bewegingen die andere planeten maakten. En hier zie je een uh, voorbeeldje die ook in, het, in de eerste film zat... ...van uh, Mars die een rondje maakt om de aarde in het geocentrisch wereldbeeld. En men had al gezien dat Mars soms een heel gek lusje terug ma maakte. En Ptolemeus kon het oplossen met een epicyclus. Uh, Copernicus zei, ja maar wacht eens eventjes, als we goed... Nog, nu gewoon uitgaan van een wereldbeeld waarbij de zon in het midden staat en waarbij zowel de aarde als Mars een rondje maken om de zon, dan zie je dat uh, die retrograde beweging gezien vanuit de aarde die Mars maakt, dat je die automatisch krijgt doordat de aarde eigenlijk in de binnenbocht Mars inhaalt tijdens de beweging rondom de zon. En je ziet dan dat Mars dan ook een lusje maakt ten opzichte van de, de sterren op de achtergrond. Dus Copernicus kon met een vrij eenvoudig model veel beter eh, sommige dingen verklaren dan het eh, oude model van Aristoteles. Desalniettemin waren er ook nogal wat minpuntjes, want eh, Copernicus had zijn model eigenlijk gewoon eh, verzonnen. Het was een theoretisch model, niet zozeer gebaseerd op waarnemingen. Eh, en Copernicus, Copernicus ging ook nog steeds uit van de. Ideale perfecte cirkels en alles wat in uh, cirkelbewegingen uh, aan het bewegen was. En het model van Copernicus was nog steeds niet perfect. Het klopte nog steeds niet met uh, de werkelijkheid. En eigenlijk klopte het evenveel niet met de werkelijkheid als het uh, oude model van Aristoteles. Daarnaast had Copernicus nog een ander heel groot probleem. Uh, want hij ging tegen de ideeën van de kerk in. Hij was dus uh, eigenlijk ketters bezig. En uh, de oplossing die Copernicus koos was uh, elegant, want zijn boek kwam uit pas nadat hij was overleden. Dus uh, de kerk was boos, maar ze konden Copernicus uh, niet meer te pakken krijgen. En tegelijkertijd was het uh, idee dat Copernicus uh, opperde uh, werd wel, werd wel verspreid door Europa. En mensen gingen ook echt wel uh, twijfelen aan dat uh, geocentrische wereldbeeld van Aristoteles. Uh, dit is een andere uh, bekende persoon uh, uit die tijd. Het is uh, Giordano Bruno. En Giordano Bruno zei eigenlijk dezelfde dingen als Copernicus: de aarde draait om de zon. En uh, hij ging zelfs verder. Hij zei: Volgens mij zijn sterren gewoon net als de zon, alleen staan ze veel verder weg. En hij opperde zelfs het idee dat er wellicht ook leven is ergens anders in het heelal op een andere planeet. Giordano Bruno. Uh, stuitte op een groot probleem, want zijn ideeën waren ketters. En in het jaar 1600 eindigde hij dan ook op de brandstapel, eh, op een bekend plein in Rome, het Campo de Fiori, waar nu nog steeds zijn beeld staat op de plek waar hij eh, in 1600 is overleden. En eh, je ziet hier een, een duidelijke conflict situatie. De kerk zorgde met haar dogmatische ideeën dat je als, als wetenschapper niet heel veel ruimte had om nieuwe dingen te ontdekken. Gelukkig was ook een oplossing, en die oplossing heette de Reformatie. En die Reformatie zorgde ervoor dat er ook uh, grote gebieden waren in Europa, die zijn hier in paars en in roze aangegeven en in groen, waar uh, de, de macht van de katholieke kerk een stuk kleiner was en waar wetenschappers ook veel meer vrijheden hadden om uh, wetenschap te bedrijven en nieuwe zaken te ontdekken. En een van die wetenschappers die daar gebruik van maakte was uh, de Deense. Astronoom Tycho Brahe. En Tycho Brahe was eigenlijk de, de eerste echte astronoom die nauwkeurig waarnam en alles wat hij waarnam ook heel nauwkeurig vastlegde in uh, databases, in uh, dikke boeken. En Brahe deed enorm veel uh, precisieonderzoek uh, met het blote oog. Want uh, Telescopen bestonden toen nog niet uh, aan uh, de beweging van de verschillende hemellichamen. Zo heeft hij bijvoorbeeld 30 jaar lang Mars heel nauwkeurig gevolgd. Hij heeft uh, kometen gevolgd. Hij kon zelfs van kometen bepalen waar ze staan. Dat die verder weg van ons af staan dan bijvoorbeeld uh, de maan. En uh, uiteindelijk heeft hij niet de kans gehad om al die nauwkeurige waarnemingen om te zetten in een model... Uh, want in 1601 uh, overleed hij. Uh, maar gelukkig werden zijn uh, dikke boeken uh, werden doorgeschoven naar een andere uh, wetenschapper. Dat was Johannes Kepler. En Johannes Kepler gebruikte dus de waarnemingen van Tycho Brahe. Om te komen tot een nieuw model. Eigenlijk van het zonnestelsel. En dat legde hij vast in de drie wetten van Kepler. En de drie beroemde wetten van Kepler. Uh, Luide als volgt. En de eerste wet is eigenlijk al uh, heel erg uh, controversieel. Want Kepler zei: Wacht eens even: Waarom uh, kloppen al die modellen niet, zowel niet uh, van Aristoteles als die van, uh, van Copernicus? Uh, omdat die allemaal uitgaan van perfecte cirkelbewegingen. Maar misschien bewegen de planeten niet in perfecte cirkels om de zon, maar bewegen ze in zogenaamde ellipsen. Nou, je kunt in het uh, filmpje zien hoe je een ellips kunt tekenen. En Kepler zei dan ook. De zon bevindt zich in één van die twee groene punten, één van de twee brandpunten heet dat dan van de ellipse. En de planeten draaien dus niet in een cirkel maar in een ellipse om de zon heen. In de tweede wet zegt uh, Kepler iets over uh, de snelheid waarmee die planeten dat doen. En Kepler die uh, zegt eigenlijk het volgende. Bevindt de planeet zich dicht bij de zon in het zogenaamde perihelion dan zal het vrij snel bewegen... En bevindt het zich in het aphelion, dan zal het relatief langzamer bewegen. En voor de derde wet ging hij echt rekenen. En hij kwam erachter dat er een verband is tussen de omlooptijd van elk van de planeten. en de afstand van die planeet tot de zon. En het verband kun je daar zien in de formule. De omlooptijd in het kwadraat gedeeld door de afstand tot de derde geeft een constant getal. Als je dat zou uitzetten in de grafiek, zoals je dat hier ziet. Dan kom je erachter dat al die planeten zich bevinden op dezelfde rechte lijn. Dit is de derde wet van Kepler gaan heten. Um, Kepler kon ze wel um, uh, opstellen, die drie wetten. Maar uh, Kepler miste nog de, uh, de, de kennis om ook te verklaren waarom die wetten eigenlijk zouden moeten gelden. En om die kennis uh, te ontwikkelen was nog niet genoeg uh, bekend van zowel de wiskunde als van de natuurkunde. En de laatste twee um, wetenschappers die we gaan bespreken, die gaan zich daarop richten. En de eerste van die twee wetenschappers is uh, Galileo Galilei. En uh, deze wetenschapper was, hij, was een Italiaan, hij, hij leefde in Pisa, en hij deed als eerste experimenten. Hij deed eerst experimenten voordat hij een uitspraak deed. En hij probeerde uit experimenten vervolgens wetten te halen. Dat is heel breed gezien, dus hij was een enorme, een enorme betekenis voor het vak natuurkunde. En eigenlijk voor alle natuurwetenschappelijke vakken. Maar uh, hij gebruikte ook als eerste een telescoop om uh, naar de hemel te kijken. En wat deed hij met die telescoop? Hij deed vijf waarnemingen waarmee hij het voor iedereen duidelijk maakte dat het wereldbeeld dat ooit Aristoteles had uh, voorgesteld, dat dat niet klopte. En welke vijf waarnemingen deed hij dan? Nou, dit is het eerste wat hij deed. Dit moet je trouwens niet uh, zelf doen. Hij richtte zijn telescoop op de zon. Dat, uh, dat kan uh, in potentie heel gevaarlijk zijn. Maar uh, hij deed dat en hij zag dat de zon helemaal geen ideaal rond voorwerp was. Er gebeurde van alles op de zon. Dus die perfecte uh, bovenmaanse wereld waar Aristoteles het over had, dat klopte niet. De zon was uh, dynamisch. Het had zonnevlekken, het had zonnevlammen, zoals je hier ook in de twee filmpjes kunt zien. Hij zijn telescoop ook op de maan en hij zag daar hetzelfde verhaal. Ook de maan was niet perfect. De maan had uh, heel veel grillige um, uh, kraters en uh, ook uh, uh, vlakke gebieden die dan zeeën genoemd worden. En rechts zie je een filmpje van de, de eerste maanlanding, uh, waarbij je dus die kraters ook heel goed kon zien. Dus ook de maan was zeker niet perfect. Hij richtte vervolgens het telescoop op de Melkweg en hij zag als eerste mens dat die Melkweg bestond uit miljarden en miljarden afzonderlijke sterren. Dus eh, het heelal was veel complexer dan dat eh, Aristoteles eh, kon vermoeden en eh, Galilei deed ook nog tegelijkertijd een, een andere ontdekking, namelijk dat eh, hoewel hij dan met een ...een telescoop naar die sterren keek... ...dat die sterren altijd nog steeds... ...hele kleine puntjes waren. Hij zag dat planeten... ...schijfjes werden, maar die sterren... ...die bleven maar puntjes. Wat Galilei het idee gaf... ...dat die sterren onnoemelijk verder... ...weg stonden dan de planeten. Een van die planeten... ...daar richtte hij zijn telescoop ook op... ...dat was Venus. En hij zag dat Venus... ...fasen kent, net zoals dat de maan fasen kent. En... en dat die fase ook euh, optraden euh, zodat euh, Venus ook nog eens van grootte veranderde. Dus euh, een volle Venus, dan was Venus altijd op zijn kleinst. En een bijna helemaal euh, euh, verduisterde Venus, dan werd Venus ook groter. Nou, dat kon hij alleen maar verklaren door euh, uit te gaan van een heliocentrisch wereldbeeld. En dat kon Aristoteles met zijn geocentrische wereldbeeld onmogelijk euh, verklaren. Tot slot keek hij naar Jupiter en dan zag hij misschien wel het mooiste. Want hij was de eerste mens die zag dat daar puntjes omheen draaiden. Maandjes die om Jupiter heen draaiden. Je ziet er op de achtergrond ook zijn originele aantekeningen. En hij kon precies volgen dat die maandjes een soort cirkels om Jupiter heen maakten. En hij toonde hierbij aan. Dat het dus zeker niet zo zou zijn dat alles om de aarde draait. En wat deed hij? Hij schreef dit allemaal op in een boek. Dat is de Dialoog gaan heten. En daarmee maakt hij het voor elk weldenkend persoon in Europa duidelijk. dat echt de aarde om de zon draait en niet andersom. Nou, je voelt hem al aankomen. Galilei was een Italiaan. Hij leefde in Pisa. Hij ging tegen de leer van de kerk in. En daar kwam dus ook een rechtszaak in 1633. Waarbij Galilee het moest opnemen tegen de katholieke kerk. In de vorm van Paus Urbanus de VIII. En uiteindelijk heeft hij straf gekregen. Hij heeft levenslang huisarrest gekregen. Maar hij bleef toch bij zijn idee. Want hij schijnt gemompeld te hebben in de rechtszaak. Eppur simuove. En toch beweegt het. Toch beweegt de aarde. En het is het boek van Galilee geweest. Dat uh, uh, voor altijd het, 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 het Aristotelische wereldbeeld heeft uh, verdrongen. Maar nog steeds kon Galileo Galilei nog niet verklaren waarom dit allemaal gebeurde. En daarvoor hebben we de laatste grote naam nodig. En dat is misschien wel de bekendste natuurkundige van allemaal. Dat is Sir Isaac Newton. En Sir Isaac Newton heeft heel veel werk verricht. Niet alleen op het natuurkundige vlak, maar ook op het wiskundige vlak. Hij heeft ook als eerste. Uh, het uh, idee van kracht uitgewerkt, hij heeft een formule opgesteld voor de zwaartekracht. En wat bleek met zijn formule, kon je alles wat er in het zonnestelsel en daarbuiten gebeurde uh, heel nauwkeurig gaan uitrekenen. En het bleek allemaal te kloppen. Alle bewegingen die uh, de astronomen zagen, bleken uh, overeen te komen met het model wat uh, Isaac Newton had voorgesteld. En we zien hier een aantal voorbeelden. En van links naar rechts zien we een uh, zonneverduistering over de aarde heen bewegen. We zien een heel klein stukje beweging van een, uh, een komeet. We zien een maansverduistering. En we zien uh, een, een planeet, waarschijnlijk uh, Venus of uh, Mercurius, die voor de zon heen bewoog. En al die dingen waren ineens zeer nauwkeurig te voorspellen, uit te rekenen. En uh, de astronomen gingen dan kijken en dan gebeurde het ook precies zoals uh, Newton het had voorspeld. Het model van Newton liet pas zijn echte ware kracht zien toen ze uh, de nieuwe planeet, planeet Uranus hadden gevonden. En toen ze gingen meten aan de baan van Uranus, kwamen ze erachter dat de baan van Uranus niet overeenkwam met wat het zou moeten doen volgens uh, Newtons model. En na wat berekeningen kwam men erachter dat het waarschijnlijk werd veroorzaakt door nog een planeet. Een planeet die nog verder weg van de zon lag dan Uranus. En die planeet zorgde voor een extra kracht op uranus, waardoor die baan van Uranus afweek van wat het zou moeten zijn. Aan de hand van die afwijkingen kon men zelfs de positie van die nieuwe planeet berekenen. En toen men daar een telescoop op richtte, toen vond men daar inderdaad de planeet Neptunus. Het verhaal van de wereldbeelden is nog niet helemaal af, want in de loop van zo'n 3000 jaar zijn verschillende wereldbeelden in zwang geweest. Van de natuurfilosofen tot aan het heliocentrisch model van Galilei en van Newton. Maar het heeft tot 1992 geduurd voordat de Katholieke Kerk in naam van de paus Johannes Paulus II erkende. Dat Galilei toch gelijk had in 1633 en dat hij dus ten onrechte huisarrest, huisarrest heeft gekregen. Wat is de reactie van Galilei hierop? Nou, toen ze Galilei een jaar of 200 geleden uh, verplaatsten van het ene naar het andere graf, zijn een aantal lichaamsdelen van Galilei uit het graf gehaald en eentje ervan is uh, tentoongesteld in het uh, wetenschappelijk museum in uh, Florence. En. Via dit plaatje, het is namelijk de middelvinger van Galileo Galilei, laat Galilei zien vanuit zijn graf dat hij toch gelijk heeft.